Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het vaccin, waarin ik met de belangrijkste spelers op het gebied van vaccinatie praat. En vandaag is dat Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Het vaccin dat nu dus wordt gezet. Wat een jaar. Ja, voor jou persoonlijk ook. Nou ja, dan heb je het over vorig jaar. Hè? Bedoel, er is inderdaad in... Ja, we zitten net in 2021, maar als we het niet het kalenderjaar nemen, het afgelopen 12 maanden. Ja, dat is echt een rollercoaster ride geweest. Een achtbaanrit, zonder enige twijfel. Ben je er jaren ouder in geworden of krijg je er ook energie van? Ik heb ontzettend veel energie van, gelukkig. Anders had ik dit ook niet volgehouden. Het is echt de werkdagen. Normaal zeg je wel eens van 9 to 5 en ik werk van 5 tot 9. Dat is eigenlijk... Ja. En dan eerlijk gezegd daarna vaak ook nog wel. En dat gaat nu nog steeds door, want ik zou me ook kunnen voorstellen, het vaccin is er, dus het werk is gedaan. Nee, helaas niet. Nee. Juist ook nu die samenwerking met het RIVM om te zorgen dat de vraag vanuit het RIVM, de hoeveelheid vaccins, waar je ze wilt hebben, de naalden, de voorraadbeheer. Ja, over al dat soort zaken denken wij mee en zorgen we ook voor oplossingen. Ja. Nou, waren veel mensen, waaronder ik ook, er verbaasd over, het is ontzettend knap, maar ook verbaasd over dat er in zo'n korte tijd een vaccin ontwikkeld kon worden. Normaal duurt het veel langer voordat een vaccin op de markt komt. Ook een medicijn trouwens ook. Ben je er zelf eigenlijk ook verbaasd over geweest? Ja. Echt wel. Ik denk dat iedereen binnen Pfizer eerlijk gezegd verbaasd over geweest. Misschien één man niet, en dat is Albert Bourla, de grote baas. Ja. En die heeft dat namelijk allemaal geïnstigeerd. Die is ermee begonnen. En die op een gegeven moment in maart heeft hij de research and development hoofden van de afdeling bij elkaar geroepen. Hij zei van kijk, wat wij moeten doen, we hebben de kennis en de kunde om echt een oplossing te bieden voor die pandemie. Maar daarvoor moeten we wel zorgen dat we voor het eind van 2020 een vaccin hebben. En waarom dan? Omdat je anders, de gedachte was dat toen nog, dat de griepgolf ook een enorme invloed zou gaan krijgen. Mm-hmm. Iedereen hoestend en proestend over straat. Nou, dan was de corona-ellende niet overzien geweest. Ja. En vervolgens is eigenlijk iedereen naar huis toegestuurd. Iedereen zei van, ja, maar dat kan niet, dat gaan we echt niet redden. Misschien Q1 2021, maar eind van dit jaar gaan we niet redden. Dan zei hij, ga naar huis, hè, kom met een plan. Unlimited resources, geld en mankracht is geen probleem. En maandag wil ik van jou weten hoe je het wel voor elkaar gaat krijgen. Nou, die maandag zijn ze bij elkaar gaan zitten, al die plannen achter elkaar geschoven. En toen bleek het te kunnen. En toen zeiden ze, nou, maandagmiddag is er een klap opgegeven en zijn ze gestart. Ja, ja, we gestart. Ja. Dat is dan toch wel ongelooflijk. Want dan is dat moment op een gegeven moment daar, dat blijkt dat jullie er eentje hebben. Ja, die werkt. Wat voor moment is dat? Ja, voor mij waren er twee momenten. Ja. Het eerste moment was toen de fase 1. Dat is het onderzoek in een beperkt aantal vrijwilligers. Die gaan je kijken naar de immuun. Dus het eerste voorteken, zal ik maar zeggen, ja, dat het wel eens goed zou kunnen komen. Ja, dan kijk je naar de antilichamen. Worden de antilichamen tegen dat SARS-CoV-2-virus ontwikkeld? En ook, hoe zit het met die cellulaire, met die T-cel-reactie? Nou, dat bleek er alle twee goed uit te zien. Toen had ik al zoiets van, oei, dit zou wel eens echt goed en snel kunnen gaan. En op die manier ben ik toen ook al wel gaan communiceren richting bijvoorbeeld VWS en RIVM. Ja. Maar het echte goede nieuws, dat kwam op 9 november. 8 november hebben we de deksel van de pot afgehaald. Hè, om te kijken, dat was een interim-analyse, om te kijken van, joh, hoe staat het ervoor? En dat zag er niet goed uit, dat zag er uitstekend uit. Dat was echt 90% effectiviteit. Dat hadden we echt niet opgehoopt. Dat was echt ongelooflijk goed. Wil je die dag nog goed herinneren? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik zit op mijn werkkamer en dan kijk ik uit op de straat. En op een gegeven moment, ping, komt het binnen. Ja, 90% vond het echt ongelooflijk. Dus ik redde naar beneden en ik zeg tegen mevrouw, schat, 90% effectiviteit. En ze zegt, 90%, waar heb je het over? Dus ze had al zelf, was dat al heel in de eigen werkbubbel. Dus dat, maar dat was echt een heel mooi moment. Ja. Ja, heb je champagne opengetrokken? Nee, nog steeds niet. Het is echt ongelooflijk. Ja, nee, het is echt verschrikkelijk. Maar daar zitten we nu helemaal niet. In die mode zitten we nu helemaal niet. We zitten echt nog, we moeten zorgen dat die pandemie wordt bestreden. We moeten zorgen dat het aantal vaccins zo snel mogelijk bij de patiënten komt. In die mode zitten we nu echt, hoor. Ja. Ja. Nou, die snelheid zorgt er ook voor dat er twijfels waren bij mensen of het dan wel betrouwbaar is. Hè? Of zo'n vaccin, ja, normaal duurt dat veel langer. Dat mensen gebruiken dat als argument om te zeggen, ja, misschien wil ik zo'n vaccin wel helemaal niet. Nou, ten eerste denk ik dat dat al wel de praktijk laat zien dat de bijwerkingen en de veiligheid gewoon goed zijn. En conform wat je zou verwachten van andere vaccins. Ik denk dat daarmee de vaccinatiebereidheid al heel fors toegenomen is. Het was ergens op 60%, zit nu al op 75%. Ja. En bij zorgmedewerkers zit het inmiddels al 85%. En in de praktijk overigens zit het zelfs op 95%. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar het Erasmus. Ja. 95% van degenen die
een vaccin aangeboden kregen, die hebben het ook genomen. Dus dat is echt, die bereidheid is al enorm toegenomen. Nou, hoe hebben we dat dan van elkaar gekregen? Tegen die twijfelaars kun je zeggen, het is wel betrouwbaar. Nou, eerlijk gezegd, ik heb ook geleerd om twijfelaars niet te proberen te overtuigen. Wat ik dan zeg is, joh, ga op zoek naar betrouwbare informatie. Ga in gesprek met je huisarts of met iemand anders die echt ter zake kundig is. En ga dan een gesprek aan over vaccinaties. Ja. Ik kan het hier op de radio of op televisie, kan ik dat allemaal niet doen. Nee. Dat moet je echt, daar moet je de tijd voor nemen. Ja. Ja, of het is zoals, die kreeg ik heel veel doorgestuurd, zo'n internetplaatje, jij misschien ook wel. Naar jullie logo van Pfizer en dan You Trust Us With Your Penis, als verwijzing naar Viagra, So Trust Us With The Vaccine. Nou ja, we hebben wel meer. Of was dat een officiële reclame van Pfizer? Nee, dat niet, maar we hebben dus al meerdere grote problemen opgelost in de mensheid. Dus dat mag ook trots op zijn. Ja, ja, precies. Jullie vaccin is het duurst, na Moderna. Hoe komt dat? Nee, dat klopt niet hoor. Nee, er zijn wel andere die zijn echt duurder. Moderna, voor zover ik weet, is die nog wat duurder dan die van ons. Hoe kost die van jullie? Ja, dat kan ik ook. Dat ga ik niet. Dat zijn betrouwbaar, of dat zijn geheime overeenkomsten tussen ons en bijvoorbeeld de Europese Commissie. En daar doe ik dan ook geen uitspraak over. Maar we zijn niet de duurste. Nee. Maar jullie zitten ook niet in de onderste regionen. Nee, en daar zijn hele duidelijke redenen voor. Eén is, dit is natuurlijk een helemaal nieuw vaccin. Dit moest van scratch worden ontwikkeld. Dus dat is we hebben geen productiecapaciteit of geen kennis en kunde. Die hebben we echt opgedaan het afgelopen jaar. En ten tweede, we hebben ook geen subsidies geaccepteerd. En dat hebben we ook heel bewust niet gedaan, omdat we wisten dat als je subsidies aanneemt, dat je dan ook tussen rapportages moet gaan doen. En dan moet je gaan praten over welk protocol dan A of B. Dat wilden we niet. We wilden gewoon zo snel mogelijk kunnen acteren. Dus die twee factoren hebben wel meegespeeld in de prijsstelling die wij nu vragen. En dat is nog steeds een prijs die ertoe leidt dat het eigenlijk wereldwijd een acceptabele prijs is. Ja, want dat lijkt me ergens. Ja, misschien is het een wat communistische gedachte. Maar niemand is erop tegen winst te maken. Maar het is ook raar om dat misschien in tijden van een wereldwijde pandemie te doen. Nee. Nou, ten eerste is die winst dus beperkt. In die zin dat we niet de maximale prijs vragen voor het vaccin. En ten tweede is het natuurlijk ook heel belangrijk. Want we moeten door met de ontwikkeling van dit vaccin. Mm-hmm. Voorbeelden geven. De mutatie. Als er een nieuwe mutatie komt waartegen dit vaccin niet meer goed werkt. Dan moeten we opnieuw het volgende vaccin gaan ontwikkelen. Ook een griepvaccin waar we mee bezig zijn. En we zijn met een heleboel andere producten in onze pipeline. Waar wel in geïnvesteerd moet worden. Om die uiteindelijk bij patiënten terecht te laten komen. En dat kan niet van de lucht. Nee, dus daar zijn dit soort dingen voor nodig. Waar ik me over verbaasd heb, is dat wij als wereldburgers met z'n allen zo afhankelijk bleken te zijn van een paar farmaceuten. Nou, dat zijn er toch wel meer dan. Ik geloof dat er op een gegeven moment iets van 200 vaccins in ontwikkeling waren. Ja, ja. Precies, in ontwikkeling. Maar uiteindelijk zijn er nu. Met hoeveel kunnen we nu gaan werken? Waarschijnlijk wel. Als AstraZeneca morgen wordt goedgekeurd, dan hebben we er in Nederland 3. Ja. Daar komt dan. Er komen er nog een aantal bij. Volgens mij zit er uiteindelijk een stuk of 12 misschien wel die we kunnen gaan gebruiken. Nou, ik denk dat het realistisch is dat we er een stuk of 6 in Nederland 6. Gaan gebruiken. Ja. Ja. Dus het is een handjevol, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn dan wel de zeg maar degenen die door die investeringen ook daadwerkelijk een vaccin hebben kunnen ontwikkelen en produceren. Dat is heel belangrijk. Ja. Nee, ik vraag het omdat een onderwerp waar we het gisteren over hadden met Jaap van Delden, die kreeg een kettingvraag voorgelegd van de heer Snijder van het LUMC. En dat ging over de vraag of de overheid misschien meer een rol moet spelen. En dat leverde weer de volgende kettingvraag op van Jaap van Delden van het RIVM. Jullie spreken elkaar wekelijks, maar dan nu via de uitzending voor jou. Ik zou graag heer Kaptein willen vragen wat zijn idee is over een grotere rol van de overheid of een sterkere samenwerking tussen overheid en farmacie bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Dus niet de productie, maar de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk dat een goede samenwerking tussen overheid en vaccinontwikkelaars heel erg belangrijk is. En dat laten we nu eigenlijk ook zien vanuit Pfizer, dat we echt constructief samenwerken om dat vaccin daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen. Maar ik zou geen voorstander zijn van een grote invloed van de overheid op de vaccinontwikkeling. En waarom niet? Omdat wij hebben geleerd afgelopen jaar dat juist wanneer je het helemaal solo kunt doen, dat het het snelst gaat. Dus in het geval van een pandemie moet je gewoon van je eigen kracht uitgaan. Eigenlijk wat je beschreef. Jullie topman zei, we moeten dit oplossen voor het einde van het jaar en we gaan het als bedrijf doen. En dat kan dan eigenlijk ook alleen maar als je solo vliegt.
eigenlijk is dat wel niet alleen de theorie. Het is nu ook de praktijk laat zien dat dat het snelste gaat. Ja. En als er meer overheidsbemoeienis is, dat werkt vertragend. Nou, ik kan er wel een voorbeeld van geven. Moderna, wat ook een messenger-RNA-vaccin heeft. Ja. Die is zelfs iets eerder gestart met het klinisch onderzoek dan Pfizer. Maar heeft deze zomer op een gegeven moment wat discussies gehad over hoe dan het protocol voor het fase 3 er precies uit moest zien. Dan hebben ze 3 weken vertraging opgelopen. Mm-hmm. Ja, toen de tijd dachten van ja, 3 weken meer of minder maakt niet zoveel uit. Nou, ik denk dat we daar nu anders over denken. Hoeveel het nu uitmaakt. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat je als je solo vliegt en kunt vliegen, is wel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat je het ook solo kunt doen, dat je het moet doen. Ja, dat je die, als je die slagkracht hebt en dat je daarmee dus niet de belast van de overheid. Want zo is het dan eigenlijk. Nou, de samenwerking met de overheid is heel belangrijk. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk pas nadat het vaccin ook daadwerkelijk is ontwikkeld. Ja.